Alright, Jack Maart hier, internetsuccesgids.nl. Welkom in deze video. Deze video wil ik een vraag behandelen van iemand op het internetsuccesgidsledengedeelte. En die vraagt de vraag wanneer artikelen plaatsen. En eigenlijk, om daar zo diep op in te gaan, vraagt hij beste leden. Vroeg mij af of het invloed heeft of je je artikel regelmatig uploadt. Dus bijvoorbeeld elke zondag, of kun je beter een artikel, als je een artikel hebt, gelijk posten. Dus wat hij eigenlijk hier zo mee bedoelt, is dus om op elke week op dezelfde dag te posten, als het ware. En een soort van zijn tweede vraag is: is het daarnaast in de eerste weken belangrijker om veel artikelen te publiceren? Dat zijn iets korter zijn of minder artikelen, maar dan langer. Ik vond het zelf een goede vraag. Zeker ook voor beginnende mensen die met affiliate marketing willen beginnen. En dit heeft eigenlijk meer te maken met zoekmachine optimalisatie. Dus optimaliseren voor Google. Wat ik eigenlijk altijd aanraad is om consistent te posten. Dit hoeft niet altijd op dezelfde dag te zijn. Maar probeer wel daar zo enige soort van regelmaat te hebben. En ik zou dan eerder kijken naar bijvoorbeeld een maand. En stel dat jij in een maand dat jij 6 of 7 artikelen hebt om te plaatsen. Nou, verspreid die artikelen dan over de gehele maand heen. Dus dat je niet alles op bijvoorbeeld de eerste van de maand gaat plaatsen. Maar dat je op de eerste van de maand een artikel plaatst. Op de 6e, op de 15e enzovoorts enzovoorts. En dat je zo eigenlijk heel die maand volmaakt. Maakt eigenlijk niet heel veel uit of je dat dan altijd op de maandag doet of altijd op de dinsdag. Misschien dat voor jezelf lekker werkt. Maar wat eigenlijk het belangrijkste is, is om dus consistent te blijven posten. Dat is eigenlijk hier zo ook wat Tom hier zo antwoordt in de ISG community. Kies een frequentie van posten welke je de komende maanden vol kunt houden. Dus niet in 1 maand 10 blogs posten en vervolgens 4 maanden niets. Iedere zondag of een heel jaar lijkt me prima. En daarbij op zijn tweede vraag. Kwaliteit gaat altijd boven kwantiteit. Lijkt mijn open deur. Dus dit is dus over zijn tweede vraag van: is het belangrijker om eerst veel artikelen te publiceren waarvan de kwaliteit misschien wat minder is, maar dat je wel meer artikelen kan posten? Zou ik inderdaad ook zeggen: ga echt voor kwaliteit, dus kwalitatieve post, dan misschien wat minder posten, maar wel dat je goede posts of goede artikelen hebt die je dus kunnen gaan publiceren. Dus samengevat, ik denk dat het heel belangrijk is dat je consistent blijft posten. Dus gewoon elke maand, bijvoorbeeld 1 keer per week. En dat kun je misschien voor jezelf kiezen, dat je dat altijd op een woensdag doet of altijd op een donderdag of wat dan ook. Maar het is mega belangrijk dat je consistent blijft posten. En dat is ook iets wat ik bij heel veel mensen missie ga. Die beginnen bijvoorbeeld in het begin heel erg enthousiast. Dus gaan superveel artikelen posten de eerste paar weken of de eerste paar maanden. Maar daarna stoppen ze er eigenlijk mee en gebeurt er niet meer zo heel veel. Daarom is het altijd veel beter om een soort van rustig te beginnen. Gewoon een frequentie voor jezelf te bepalen wat je lang vol kan houden. Dus misschien dat je tegen jezelf kan zeggen van: hey, ik kan echt op lange termijn kan ik het volhouden om 1 keer per week een artikel te publiceren. En dat dus echt voor de lange termijn vol te houden. En niet direct in het begin 10 artikelen per week posten. Want dat ga je niet op de lange termijn volhouden. Dus probeer daar zo echt voor jezelf een soort van afspraak voor jezelf te maken. Om die frequentie te bepalen. Om voor jezelf te bepalen van: hey, wat kan ik volhouden op de lange termijn? En je zult zien dat als je voor jezelf een frequentie hebt. Dan moet het niet 1 keer in een half jaar zijn, maar bijvoorbeeld 1 keer per week echt wel als een minimum. En dan zul je zien dat als je dat doet en als je dat vol blijft houden, dat er dan echt op die termijn hele mooie dingen kunnen gebeuren. Dus kijk dan ook niet naar de korte termijn, echt naar de lange termijn. En hou dat vol en blijf dat volhouden. Ik hoop dat je wat aan hebt. Laat het zeker even weten. Dan zie ik je weer in de volgende video.